vanwege de milieuzone mag je hier zometeen met een oude auto, auto's ouder dan 1992 op benzine en 2001 op diesel, niet meer rijden. De milieuzone voor auto's in Rotterdam, heb je van gehoord? Ik ben er wel voor dat ze het invoeren. Ja, en waarom? Nou, omdat het belangrijk is dat het milieu in de stad een beetje schoon blijft. Maar het zijn maar een handjevol auto's die er niet mogen komen. Ja, nou, ik heb zelf een hele oude bus en diesel, dus ik weet hoe vervuilend die is. Dus, en hoe oud is die bus? Van 86. Dus die mag niet meer? Nee, die mag niet meer. Ja, dat durf ik eigenlijk niet goed om te antwoorden. Ik denk doorgaan, maar... Afschaffen. Ja. U bent het eens met de regering? Met die vrachtwagens ook. Hoe moeten die dan de goederen bij de winkels brengen? Dat is toch een flauwekul? Want je moet je verdiepen in de techniek van automobielen. En zolang je dat niet doet en daar geen verstand van hebt, moet je er ook niet over zemelen. Want de milieuzone heeft helemaal geen zin. Want het draagt 0,3 promiel bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Dus het heeft helemaal geen zin. Ja, ik weet het niet. Wat ik daarvan denken moet. Als je dus betaalt, mag je naar binnen. Ja, daar komt het uiteindelijk wel op neer een paar keer per jaar. Ja, dus en wat verdien ik dan aan het milieu? Dat vind ik een goede vraag. Weet u zelf het antwoord? Ik denk dat je er niks aan verdient dan, voor het milieu. Want als ik betaal, mag ik naar binnen. Ik denk dat Rotterdam moet zeggen, liever niet, nee. Ik blijf lekker fietsen. Ja, zeker. Gelijk heb je, dankjewel.